voorwinden. Je rijdt bijna nooit op een circuit. Hier heb je het geleerd en nu sinds 5 jaar verpulver je het record van de deelnemers. Hoe doe je dat? Nou, van jullie leren. Dus hey, gewoon stap voor stap. Ik zie 5 jaar geleden, 6 jaar geleden wat het is geweest. Hier met een E6-ie, oude E6-ie en dan steeds leren. Ik weet nog wel de eerste keer dat ik hier eind van de week ook E47. Als je ziet dat je elk jaar, ja, door het jaar zelf rijd ik bijna niet veel. Misschien 1 of 2 keer passen. Maar dan hier van zo'n week, weet je wel, als je dan ziet hoe progressie kan maken. Nou, elke keer weer, je onthoudt het, je komt terug op dezelfde baan. Je kan gelijk weer verder waar je vorige keer ongeveer geëindigd bent. Nou, dan kun je steeds een stapje vooruit, zeg maar. Michael van der Mark, je hebt een gigantische drukke tijd achter de rug. De laatste paar superbike races, invallen voor Jonas Volker in de MotoGP. Afgelopen dagen nog getest op Jerez. Dan kom je toch weer naar de Speedweek. Ja, het is toch een hele drukke tijd achter de rug. Maar Speedweek is toch iets wat erbij hoort al die jaren. Natuurlijk hier begonnen als jong jochie een les krijgen. En de laatste paar jaren ook mee als instructeur. Dus ja, het hoort er gewoon bij om hier toch nog heen te gaan. Ja, we zijn er natuurlijk heel blij mee. En ga je dan ook nog instructie geven? Ja, ik ga vanaf de tweede week instructie geven. En ik hoop dat we gewoon weer een fantastische week toe moeten gaan.